Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending vanaf plein 1940 in Rotterdam ter gelegenheid van de dodenherdenking. De plechtigheid is hier een kwartier geleden van start gegaan met een stille tocht vanuit de Laurenskerk hier naar het plein 1940. Zometeen zal burgemeester Abu Taleb namens de stad Rotterdam een krans leggen, waarna de 2 minuten stilte volgen. Ik stel voor dat we daar nu naar gaan kijken. De herdenkingsplechtigheid die begon om 6:30 vanavond in de Grote of Sint-Laurenskerk. En daar was burgemeester Abu Taleb ook aanwezig. Die sprak daar de aanwezigen toe. Op 4 mei herdenken wij allen en nu is hij burgers hier. En militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen en vermoord sinds het van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Namens het gemeentebestuur en alle burgers van Rotterdam zal nu de burgemeester van Rotterdam, de heer Ahmed Abu Taleb, een krans leggen. Thank you.
Dan zullen wij nu verder gaan met de officiële kranslegging. Namens het Korps Mariniers zal een krans gelegd worden door de commandant van de Vagentkazerne, tevens chefstaf Korps Mariniers, overste ten Hove. Dan zal er nu een krans gelegd worden door het voormalig verzet. Het contact oud en actief dienende mariniers Nederland. De Bond van Wapenbroeders. De Joodse gemeenschap Rotterdam.
de Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Het Rotterdam Studentenkoor, Rotterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging en Rotterdamse Studentenvereniging Sanctus Laurentius. Societas Studiosorum Reformatorum Roterodamensis en het Rotterdams Studentengezelschap. Gezamenlijke hulpdiensten Rotterdam, politiechef Rotterdam, de heer Pauw en de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de heer Littooi. Thank you.
Het Rotterdams Comité ter behartiging van nationale belangen, de heer Rietveld. Dan zal nu het door hem zelf geschreven gedicht Zeg ze voorgedragen worden door de stadsdichter Derk Otte. Zeg ze dat we vrij zijn, in gelijke mate, dat we bij conflicten rustig kunnen praten. Zeg ze dat we leerden van wat er hier toen is gebeurd en dat we daarom helpen wiens leven daar nu wordt verscheurd. Zeg ze dat we weten van wreed en van luguber dat we niet meer meten in unter nog in uber. Zeg ze dat we denken, naast herdenken, denken aan, zodat we anders doen dan hoe vroeger is gedaan. Zeg ze dat we waken over wetten, over elkaar, dat het duister echt passé en dat de toekomst zonneklaar. Zeg ze dat we eren wat zij achterlieten, de hartekreten van zij die ons ontvielen. Dan zal er nu een krans gelegd worden door Navigators Studentenvereniging Rotterdam en Old Fellows Rotterdam. En tot zover dit rechtstreekse verslag vanaf plein 1940 van de dodenherdenking 2018. Wij gaan hier verder met FC Rijnmond. Nog een prettige avond.